En volgende week zondag is Michiel dus weer met zijn culinaire programma. Wij gaan over naar politiek, landelijke politiek of misschien zelfs wereldpolitiek. We gaan praten met het Kamerlid Usman Santi. Hij komt van de Molukken, maar we gaan praten over Oost-Timor. Een zaak die de afgelopen week nogal speelde. Er gaan VN-troepen naar Oost-Timor. En dat is natuurlijk ook een kwestie van het beleid van minister Aartsen. Heeft hij het goed gedaan, heeft hij het niet goed gedaan? Want Nederland is niet alleen voorzitter van de Veiligheidsraad, maar heeft natuurlijk ook bepaalde banden met Indonesië. De minister op de fiets. Wat dat betreft, we gaan geregeld naar Den Haag en praten met Kamerleden en politici en ministers. En je ziet er nog alles wat daar op het plein. Maar nu dus het Kamerlid Usman Santi van de PvdA. Goedendag, dit is Kleurnet. En in onze gesprekken met politici, meneer Usman Santi is van de PvdA. We zitten hier in Den Haag en een van de belangrijke onderwerpen de afgelopen weken was natuurlijk de kwestie Oost-Timor. Oost-Timor was oorspronkelijk een Portugese kolonie, werd overgedragen aan Indonesië, maar dat is altijd onrustig gebleven. Het is nu zo onrustig geworden dat na een referendum, mede op instigatie van de Verenigde Naties, dat er eigenlijk onlusten zijn uitgebroken en dat er nu actie nodig is van de kant van de Verenigde Naties. Waarom is dat van belang? Nederland is toevallig voorzitter van de Veiligheidsraad. En we zijn dus op een of andere manier toch weer beland in een oorlog in het Indonesië-gebied. Meneer Santi, u komt oorspronkelijk uit Indonesië? Of? Mijn ouders komen uit de Molukken. En ik voel me natuurlijk ook sterk betrokken bij het wel en wee van de Timorese bevolking. Ja, die hebben in grote meerderheid gezegd, we willen onafhankelijk zijn. Maar stel nou dat we dat in Nederlandse begrippen zouden vertalen. We zouden de Friezen, de Groningers, de mensen van Ruigoort en de Tesselaars vragen in een referendum, wilt u onafhankelijk worden van Nederland? Van Oost-Timor is het niet vergelijkbaar. Oost-Timor is in 1975 geannexeerd door Indonesië. Maar daarvoor waren ze dus ook niet onafhankelijk? Daarvoor waren ze Portugees, maar dat werd op een gegeven moment dan toch de onafhankelijkheid verleend. En Indonesië is gewoon weg het land binnengevallen. En het is ook nooit erkend door de Verenigde Naties, zelfs in resoluties vastgelegd, dat de inname van Indonesië door Indonesië, dat niet geaccepteerd wordt. Maar nou even in menselijke termen, hoe groot is Oost-Timor? Ik ben er zelf overigens geweest. Ik ben daar als waarnemer naartoe gegaan, 2 weken lang. Dus ik heb ook het referendum ermee gemaakt. Ik schat zo'n beetje in dat het net zo groot zal zijn als Nederland. En hoeveel mensen wonen er ongeveer? 800.000. Maar dus qua bevolkingsaantal niet. In het verleden werd wel eens gezegd, je hebt 1 miljoen mensen nodig om als natie te kunnen bestaan. Dus het zit een beetje aan de onderkant van die grens. Het zit aan de onderkant, maar van de andere kant, het is overduidelijk dat daar toch een specifieke groep woont, wat duidelijk ook niet bij Indonesië wil horen. Dus, maar is dat een politieke keuze of is dat ook een cultureel, etnisch bepaalde keuze? Het is natuurlijk een politieke keuze en ik denk ook wel als je... Ik was daar, je hoort alleen al aan de taal dat de mensen zich niet verwant voelen met Indonesië. Men spreekt daar een soort Portugees, tent u. En men heeft ook een andere godsdienst dan het overgrootste gedeelte van Indonesië. Rooms-katholieke godsdienst beleidt men. Dus er is duidelijk sprake van een groot verschil cultureel, godsdienstig. Maar ook politieke verwantschap met Indonesië is er duidelijk niet. En de achtergrond Portugees die is overduidelijk gebleven. Nu is er toch een situatie gegroeid dat met alle goede bedoelingen van zo'n referendum, dat er nu zoveel onrust is dat er militair moet worden opgetreden. Moet Nederland daarbij betrokken raken, zijn? Moeten we daar mensen naartoe sturen? Ik denk dat Nederland, horend bij de Verenigde Naties, zelfs nu ook lid van de Veiligheidsraad en voorzitter van de Veiligheidsraad, dat wij natuurlijk ook verantwoordelijk zijn voor ook door de Verenigde Naties zelf georganiseerde referendum in Oost-Timor. Dus dat betekent ook dat wanneer daar iets mee misgaat met het referendum, en dat is duidelijk het geval, dat ook wij mee de verantwoordelijkheid dragen. En als het erop aankomt dat geen duidelijke veiligheidsgarantie is gegeven, tenminste is gevolg aan is gegeven door Indonesië, dat we dan zeker moeten optreden. Is er sprake van kwaadwillendheid van de kant van Indonesië? En dan moeten we even denk ik onderscheid maken tussen president Habibie en de politiek en de mensen die in dat land de zaak onder controle hielden. Dus zeg maar de politie.
Is er sprake van kwaadwillendheid? Ik ben daar zoals gezegd geweest als waarnemer. Wat ik daar heb gezien is overduidelijk dat de politie daar meer is om de milities te ondersteunen. Dat ook het leger zeker voor een gedeelte de milities ondersteunt. Ik heb er zelfs gezien dat milities kazerne opreden. Dat ook militieleden ook meereden met militaire wagens waarin ook militairen zaten. En met militie bedoelt u die groepen Indonesië-gezinde paramilitaire organisaties die zeggen wij willen niet dat Oost-Timor onafhankelijk wordt? Dat is juist. Ja, zij worden dus duidelijk ook ondersteund door Indonesië, Indonesische leger heel zeker. En ze worden ook bewapend door het Indonesische leger. Als de Verenigde Naties daar troepen neerzet, wat voor situatie ontstaat er dan over 2-3 jaar? Ik denk, en dat is natuurlijk, nu richten we ons op de vredesmacht, maar wat wel van belang is, en ik hoop ook dat Nederland daar steun aan zal verlenen en de rest van de internationale gemeenschap. Met de onafhankelijkheid ben je er natuurlijk nog niet, want het land zal zeker na al die gewelddadigheden en vernielingen van de afgelopen weken, zal het land geld nodig hebben voor opbouw. Dus ik denk dat er heel wat geïnvesteerd zal moeten worden in opbouw van het land. Maar ook dat de mensen de kans krijgen om een duidelijke staatsinrichting op te bouwen. Waardoor je zou kunnen gaan spreken van een duidelijke betrokkenheid van alle burgers. Dus ook een democratisch ingestelde regering, parlement. Ja. Is er zoiets als een universiteit in Oost-Timor? Er is een universiteit, maar ik heb begrepen dat ook die voor een groot gedeelte vernield is. Dus er moet heel veel geld naartoe, er moet heel veel gebeuren. Dit soort brandhaarden die zijn natuurlijk overal in de wereld. Maar in Indonesië hadden we het gebied waar uw voorouders vandaan komen, de Molukken. Maar Nederland heeft ook eens zo'n situatie laten ontstaan, namelijk Nieuw-Guinea. Dat klopt. En daar zie je dan ook weer het gevolg van. Ook daar is sprake van op een gegeven moment een inname door Indonesië. En wat je nu dan ook hoort, maar dat heeft natuurlijk te maken met wat in mei 98 allemaal gaande was in Indonesië. Door de reformatie, dus de toename van democratisering in Indonesië. In al die gebieden, Aceh, Papua, ook de Molukken, zie je dan toch allerlei brandhaarden ontstaan. En ja, ik denk dat dat gewoon weg te maken heeft dat de bevolking er genoeg van heeft dat ze altijd door centrale gezag geregeerd zijn en dat weinig oog was voor hun eigen omstandigheden. En ik denk ook wel dat, ik verwacht ook dat de komende tijd, en zeker nadat de nieuwe president van Indonesië benoemd zal zijn, dat men daar toch aan zal werken. En desnoods met wat druk van internationale gemeenschap. Maar ik denk niet dat Indonesië zo de boel bij elkaar zal kunnen houden. Om het gevaar dreigt van het uiteenvallen van de gordel van Samaracht in allemaal stukjes. Zijn de afgelopen 40 jaar, 50 jaar is een bevolkingspolitiek gevoerd waarbij de overvloed van mensen die op Java en Sumatra wonen eigenlijk naar die buitengewesten zijn verplaatst. Een beetje in het Chinese model van stuur daar nou maar Javaanse mensen naartoe, dan ver-Indonesiseert het wel. Wat moet er met die mensen gebeuren? Want die wonen daar ondertussen ook 20, 30 jaar. Nou, u zult mij nooit horen zeggen, en ik hoop ook dat het niet zal gebeuren, dat die mensen dan weggestuurd zullen moeten gaan worden. Ik denk dat ook daar ruimte moet zijn dat die mensen gewoon weg daar kunnen blijven doen en leven zoals ze daar voorheen gedaan hebben. Het zou natuurlijk niet zijn als plotseling al die mensen die daar al lang leven weggestuurd zouden moeten worden door wie dan ook. Dus dat zou een slechte zaak zijn. Heeft u dat gevoel? U heeft met die mensen daar gesproken? U spreekt nog Maleis? Ik spreek nog Maleis, ja. En hoe ziet u de situatie? Gewoon zeggen de buur. Vriendschap tussen. In Timor is het nu wat moeilijker geworden. Dat is natuurlijk te vergelijken ook met Kosovo. Op een gegeven moment zijn mensen die eigenlijk verwant zijn met elkaar of buren van elkaar zijn, die minstens één groep heeft zich schuldig gemaakt aan gewelddadigheden en ook aan zelfs moorden en brandstichten. En ja, dat zal toch nog wel enige tijd duren voordat dat weer wat hersteld is. Nou, dat ingeboren bloedwraak ideeën, wat er zo sterk leeft op de Balkan, leeft dat ook in Indonesië? Nou ja. Ik kan er niet zoveel van zeggen dan dat ik hoop dat toch de tijd de wonden heelt. En dat ook daar met behulp van ook zeker in Timor de kerk die daar een grote invloed heeft. Dat het allemaal dan toch in toom wordt gehouden. Dat men niet zich schuldig zal maken aan bloedwraak of anderszins. U bent daar geweest. We hebben de indruk gekregen dat na de machtswisseling Suharto weg Habibie min of meer officieel op zijn plek gezet.
verkiezingen, daar is een lange tijd economische crisis geweest. Zijn de leefomstandigheden van de mensen daar nou werkelijk drastisch door beïnvloed of valt het wel mee? Nou, ik ben zelf niet op West-Timor geweest, dus wel in Oost-Timor. Wat ik wel gehoord heb van mensen die via West-Timor, Oost-Timor waren binnengereisd, is dat er duidelijk een verschil was in, noem het maar, welvaart. West-Timor is stukken mooier, is ook beter, betere logistiek, mooiere wegen. Wegen, dat soort dingen. Ja, dus dan zie je toch een verschil in behandeling. Dus Oost-Timor is, ik zeg niet aan lot overgelaten, maar daar heeft men niet echt veel in geïnvesteerd. Dat is altijd gezien als een buitengewest? Ik denk dat zo gezegd kan worden, ja. Is het niet vreemd dat in de wereld dit soort fragmentatie van federale staten, hè? Joegoslavië was toch ook een soort federatie, dat we dat zien? Is daar een verklaring voor? Is dat een tijdgeest? Nou ja, ik denk dat door de toenemende internationalisering het niet meer zo is dat ieder land op zichzelf staat in de wereld. En dat dit allemaal zal gaan gebeuren omdat, ja, noem het maar de eigen identiteit van de minderheidsgroepen, die duidelijk een entiteit vormen, dat daar veel meer oog voor is. En dat die ook veel meer dan vroeger claimen dat meer rekening moet worden gehouden met hun positie. Oftewel, de meerderheid regeert niet meer per se absoluut over de minderheid. Maar dat betekent niet dat er plotseling allemaal kleine staatjes moeten gaan ontstaan. Maar ik denk dat je in het geval van Indonesië zou kunnen denken aan een wat meer autonomie aan bijvoorbeeld de buitengewesten. En ook wat meer toestaan dat ook zij zelf profiteren voor een groot gedeelte van wat zij zelf aan Het is toch een economische achterstelling meer dan een gevoel van politieke achterstelling? Nou, ik denk beiden. Het een als gevolg van het ander. Ja, klopt. Ja. Zeg dan, we zijn even bij de politiek. Minister Josias Aartsen, die had zijn kans om als glansrol op te treden. Nou, in sommige kranten lees je dat hij dat als een belachelijke clown heeft gedaan en dat Nederland weer zo nodig zijn mond open moest doen. En andere kanten zien hij het goed. Wat vindt u? Ik vind dat Nederland, en dan praat ik ook over de rol van Nederland in EU-verband, maar ook in de Veiligheidsraad. Ik geloof de woorden van Van Aartsen dat hij wel zijn best heeft gedaan. Alleen denk ik dat hij op wat cruciale momenten toch zich te veel heeft laten leiden door datgene wat hij bijvoorbeeld van Habibie hoort, bijvoorbeeld van de minister van Buitenlandse Zaken van Indonesië hoort. En dat af en toe wel momenten zijn dat men de situatie heeft onderschat. En ja, eigenlijk. Misschien had er eerder en sneller opgetreden moeten worden. Had eerder en sneller moeten worden opgetreden. En ik denk dat we ook duidelijker hadden moeten zijn richting Indonesië. Aan de ene kant was het een unieke gelegenheid omdat Nederland oude banden heeft met Indonesië. Omdat er contacten zijn. Habibie spreekt nog Nederlands als we dat zo af en toe op de televisie zien. Er was een kans om daar ook internationaal heel veel goed te doen. Aan de andere kant zie je dan Nederland toch weer wegvallen in dat rolletje van dat kleine landje wat dan eventjes voorzitter mag zijn. Ja, goh, je bent nu eenmaal lid van de Veiligheidsraad en de voorzitterschap, dat doorleert nu eenmaal en dan ben je aan de beurt. Maar ik denk dat ze, ja, Van Walsum, ondanks zijn niet. Dat is de feitelijke voorzitter, hij is niet de minister van Buitenlandse Zaken, nee, hij is de man die dus eigenlijk, ja, aan het hoofd van het wereldveiligheidsbeleid zou moeten staan. Ja, nou ja, maar ik denk dat hij dan toch wel goed werk heeft verricht met die diplomatieke missie. Dat vind ik van wel. Ondanks zijn niet sterke optreden naar de buitenwacht een week geleden in zijn verklaring om te soft naar buiten op te treden. Okay, de Kamer heeft daar vandaag en gisteren over gedebatteerd. Wat was de algemene trend? Nou ja, Van Aartsen was duidelijk. Nu Jorritsma economische zaken niet naar Indonesië, geen handelsmissie. Hij was niet helemaal duidelijk of het nou zo was dat zij de wapenembargo wel of niet tegenhielden. Maar hij is absoluut niet tegen wapenembargo, heeft hij gezegd. En ook dat de situatie in Indonesië iedere moment dat het weer verslechtert, dat er weer meer gedaan zou kunnen worden aan maatregelen. En dat kunnen economische maatregelen zijn, dat kunnen ook andere maatregelen zijn. Dus dat wordt opengehouden. Oftewel, Van Aartsen heeft toch wel een beetje hersteld wat hij vorige week zo'n beetje, ik zeg niet aangericht heeft, maar wat geen sterke optreden was vorige week. Dat is door zijn optreden van gisteren in de Commissie Buitenlandse Zaken, is dat weer wat goed gemaakt. Nog niet helemaal naar onze wens, maar wel
een goede verbetering. Oké, okay. Dank u wel. Hier vanaf een wat winderig plein, want het was mooi weer, maar het begon wat te waaien. Hebben we gesproken over Oost-Timor en de politiek. Dank u wel. Prima.